Yo mensen, een hele goede dag allemaal hier en vandaag ben ik hier samen. Ja, helemaal tof. Ik heb echt spraakgebrek. Maar goed, ik ben hier weer met Don en we zitten hier op Block Party. Want de vorige keer schenen jullie dat wel leuk te vinden. En ik hoop dat we, tenminste nou ja, dat jij het dit keer beter kan doen. Want de vorige keer ben ik 3 keer eerste geworden. Helemaal speciaal voor Willem. Ja, dat gaat me echt serieus niet lukken om gewoon eerste te worden. No, dat is gewoon een nee. Wat vond je trouwens van mijn intro? Die intro was echt wel heel erg triest. Ja, nee, dat is professioneel. Dat doe als je gewoon als YouTuber die al gewoon 800 video's, als het al niet meer is qua video's, als hij gewoon 900 video's, laat maar zeggen, heeft gemaakt, en dan gewoon zo'n intro eruit persen, dat is knap hoor. Dan heb je echt wel... Die zijn er. Speciaal voor jullie kijken. Dan ben je wel heel knap als je dat zo kan verneuken. Maar dat maakt niet uit, want we zijn er weer op Block Party. En, uiteraard. Dat is allemaal helemaal leuk. De Dancing Queen. Of zijn we dat niet? Ik hou het graag bij koning in plaats van koningin. Als je het niet erg vindt. Oké. Nou, ik zit nogal af en toe te twijfelen over mijn geaardheid. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk weet ik vrijwel zeker dat ik een man ben. Vrijwel zeker. Maar... Ik had nog wel mijn twijfels toen ik echt Pokémon begon. Was het echt, are you a boy or a girl? En ik moest het toch nog wel even nachecken eigenlijk. Ja, ik had vroeger altijd zoiets van, hey, laat ik gewoon eventjes selecteren dat ik een meisje ben. Want dat vind ik leuk en het ziet er gewoon veel leuker uit. En dan had ik altijd zoiets, maar, wacht, had jij vroeger ook dat je zeg maar dacht dat meisjes ook een piemel hadden? Nee. Nee? Had jij dat wel? Nee, had gekund, weet je. Ik had het echt voor een korte periode had ik dat... Oh shit, ja, ik snap de goeie. Nee, voor een korte periode dacht ik ook gewoon echt dat meisjes een soort van piemel hadden of zo. Maar toen was ik ook echt, weet ik veel, 4 of zo. Dat, dus, je, dan... dat je als 4-jarige al zo intens over die dingen nadenkt. Ik denk na over het leven, Arjan. Toen ik 4 was, was ik echt niet zo aan het filosoferen over mijn pik. Of over iemand anders' pik. Of een meisjespik. Oh my god. Waar gaat dit heen? Oh man. Dit is interessante gesprekstof, Arjan. Ja, dit is echt de innerlijke aard van Don en Arjan die naar buiten komt bij freaking Block Party. Dat is echt geweldig. Ja. Want het is ook gewoon van, weet je, dat is gewoon het zin van het leven. Hebben meisjes piemels, ja of nee, weet je. Dat is een belangrijke vraag. Ik denk dat het leven er wel een heel stuk interessanter door zou zijn geworden. Als meisjes ook piemels hebben? Ik denk wel, ja. Ik denk wel dat het echt een heel stuk interessanter zou zijn geworden. Ik leef nog, holy shit. Ik ook. Oh wacht, wij zitten gewoon in de top 4, ja. Even serieus. Hoe doen we dat? Ja, we praten over meisjes met piemels en we zitten in de top 4. Wauw, dat is echt dope. Best bijzonder. Ja. Oh ja, en ik heb trouwens eindelijk uitgevonden wat die explosieven zijn. Ik bedoel, de vorige keer hoorde ik allemaal van die explosies. Dat zijn kollekous. En ik ben ook dood, maar dat doet er niet toe. Maar dat zijn kollekous. Ja, inderdaad. Nou, ik had ook gewoon niet genoeg tijd om er te komen. Maar dat zijn kollekous en die lopen gewoon over de map en die exploderen dan. En die worden dan, tenminste, die toveren een aantal blokjes om in die kleur die momenteel gaande is. Zodat mensen meer kans hebben om er random op te komen. Oké. Dus, ik denk dat vind je misschien wel even interessant. Ja, best interessant. Laten we het nogmaals proberen. En hopelijk kunnen we dit keer wel winnen. Eén van ons twee tenminste. Jo, nou, jij mag het. Jij mag het... Jij mag de eer hebben. Ik bedoel, de vorige keer was ik 3 keer eerste. Dat vind ik wel fijn, dat je zo vrijgevig bent. Van, ja, tuurlijk. Dit keer mag jij het zijn. Ja, DAD is onder elkaar, hè? Ja, sowieso. Oh, wauw. Wat een sukkel. Hoe kun je daar op een verkeerd blokje staan? Echt, oh my god. Oh, grijs. Middenste ring. Ja, absoluut. Ik zag nog iemand echt twijfelen tussen de middelste. Ja, die Mustachio. Wat een pannenkoek. Hoe heet die dude? Mustachio. Dat is ook een naam. Der Mustachio. Dat is echt weer een diepere laag, Mustachio. Dat doet me altijd denken aan zo'n superheld. Mustachio! Oh nee, dan gaan we weer op de superheldentour. Ja, echt hè. Oh, super gunstig met zijn sidekick, Mustachio. Oh nee. Oh my god. Wauw. Al heb je super gunstig. De super gunstige grap nog niet. Dan raad ik je aan even die video te gaan kijken. Ja, inderdaad. Dat was een leuke video. Ja, ik denk dat we hem allebei wel even linken in de beschrijving. Uiteraard. Dus, willen jullie meer van superhelden zien dan. Super gunstig en Mustachio.
Eerlijk, kunnen we daar niet gewoon een stripboek van maken of zoiets? Ja, gewoon een webseries. Een soort, dat het echt uitgegeven wordt door Marvel op een gegeven moment. Dan heb je echt de... Ja, hoe heette die ook alweer? De Avengers en dan echt ook Mustachio erbij. Ja, inderdaad. Ah, nee, Mustachio is eliminated. Ah, hij is kan af. Niet meer, kan niet meer. Hij is geen superheld. Nee. Hij heeft gefaald. Ja, ja. Ja, zonde. Jammer. Maar ja, misschien heb jij nu kans om een superheld te worden. Nou, hij had zo ver kunnen komen, weet je. En dan, dan faalt hij er een beetje in. De basis is er. Ik bedoel, de naam. De naam, dat is al naam, echt heel belangrijk. Ja. Ja, Mustachio. Het had echt heel ver kunnen gaan. Fucking jongen, die fucking kolenkous. We zitten weer in de top, top 5 nu. Oh. Jij gaat toch verliezen? Nee. Nee, ik sta al op het groene. Kijk hoeveel groen er is. Groen. Dude, groen. Zou ze dat ook bij Lingo doen? Als je, laat maar zeggen, gewoon een volle bak hebt met alleen maar groene ballen. Dat ze... Oh shit, daar ben je er vandoor. Ik sta in de laatste twee. Ik ging eraf. Maar zou dat ook zo zijn bij Lingo, laat maar zeggen? Als ze gewoon een gigantische bak hebben met alleen maar groene ballen. Oh shit, ik heb nog gewonnen ook. Maar als je alleen maar groene ballen hebt in zo'n bak, dat er dan ook mensen in het publiek zitten. Groen, groen. Uiteraard. Ik zou er zo een zijn. Maar ja, ik heb dus weer gewonnen. Dus ja, sorry Don. Volgende keer daag ik je waarschijnlijk weer uit om te proberen mij te verslaan. En ik bedank jullie natuurlijk weer voor het kijken. En wil jij nog wat zeggen tegen de kijkers? Doei. Nou, dat is ook kort maar krachtig. Maar laat een duimpje omhoog achter. En check Don natuurlijk, want die staat in de beschrijving. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En nu is...